Goedendag, Martin Kokken hier vanuit de Gym Houten voor Bodyproof Calisthenics. En vandaag heb ik een workout voor jullie als je een absolute beginner bent. Dus kun je eigenlijk nog geen goede push-ups vanaf je tenen doen, dan is deze workout voor jou om dat uiteindelijk wel te kunnen. Het is een kracht-conditie training vandaag, dus we gaan echte conditie testen. Waarbij je ademhaling omhoog gaat, je hartslag gaat flink omhoog en ook de kracht wordt natuurlijk getest. Wat gaan we doen? We gaan 2 rondes doen van 3 oefeningen, bestaande uit 5 sets. Ik zal hier het programma even aangeven, de eerste ronde in ieder geval. We beginnen met push-ups op de knieën, daarna krijgen we squats en daarna mountain climbers. Het werkt zo. Dus de push-ups beginnen we met 5 herhalingen, 10, 15 en dan weer 10, 5. Dus het gaat op en dan weer omlaag. En dat geldt voor de squats en de mountain climbers ook. De eerste set is 5 push-ups, 10 squats, 20 mountain climbers. De volgende ronde, 10 push-ups op de knieën, 15 squats en 30 mountain climbers. En zo gaat het verder. Even kort uitleg van de oefeningen. Push-ups op de knieën. Hier zie je dat, hoe je dat het beste kan doen. Probeer je niet in te zakken in je rug. Merk je dat je gaat zakken. Dus dat je hier in je rug gaat zakken. Stop dan eventjes, pak even je rust. En ga daarna weer verder. De squats zie je ook hier nu eventjes. Probeer in ieder geval tot 90 graden te zakken. En je rug zo recht mogelijk te houden. En voor de mountain climbers, die zie je nu hier. Probeer daar je heupen zo stil mogelijk te houden. Dus niet te veel op en neer. Gaan bewegen met je heupen. Probeer zo stil mogelijk te houden. Alleen je knieën naar voren bewegen. Ja? Oké. Denk even aan een goede warming-up. Minimaal 5 minuten. Je hartslag moet eventjes omhoog. Goed warm zijn. De spieren moeten goed op bloed zijn. En dan kun je gaan beginnen. Dus zet hem even op pauze. Want wij gaan nu gelijk beginnen. We beginnen met push-ups op de knieën. 5 stuks. Gaat-ie. En kun je het niet bijhouden, is niet erg. Dan doe je het gewoon aan het einde van mijn oefening, zet je hem heel even op pauze. En dan ga je weer verder, druk je weer op play als je ook bij die volgende oefening bent. We gaan naar de squats, 10 stuks. 3, ik zal even midden gaan staan. 4, 5, 6, 7, probeer goed tot 90 graden te zakken. 9, 10, gaan we naar mountain climbers, 20 stuks. Gaat-ie. 20. Microfoon even vast doen. Zo, gaan we naar push-ups op de knieën. 10 stuks. En 10. Probeer het goed vol te houden. Lukt het niet, is niet erg. 15 squats. Pak je heel even rust, zo kort mogelijk. En dan ga je weer verder. Dan ben ik wel de tel kwijt, volgens mij 8. 10. 15 zijn. 30 mountain climbers. Heb je hier moeite mee? Druk hem even op pauze, maar maak wel die 30 of het totale aantal van die beweging die je moet doen. Langste ronde, 15 push-ups. Kom op, hou vol. Vijf. Lukt het niet even? Heb je even rust? Even rust hier. En dan ga je weer verder. Zo kort mogelijk die rust pakken. Als je het nodig hebt. Als je het niet nodig hebt, ga je natuurlijk gewoon door, hè? Vijftien. We hebben squats. 20 stuks. Let's go.
Hartslag gaat al flink omhoog, hè, als het goed is. En dat is de bedoeling. Kracht, conditie. Weer de tel kwijt. 12, denk ik. Negentien dan. 20. 40 mountain climbers. Kom op, hou vol. Waren de 40. Ronde nummer 4. Gaan we weer iets omlaag. 10. Push-ups, geen squats. Blijf opletten. 10 push-ups. Nu krijgen we de squats. 15. Zit er bijna op, hè? Ene laatste ronde. 14, 15, 30 mountain climbers. Het gaat omlaag. Hier ook, hier natuurlijk. Pak je rust als je het nodig hebt, hè. Zo kort mogelijk. Vijf. Laatste ronde, 5 push-ups. En 5. 10 squats. Verkeerd opgeschreven. 8. 9 en 10. Laatste mountain climbers. 20 stuks. Hierna heb je rust, hè? Die 4 minuutjes. Twintig. De eerste ronde zit erop. Goed gewerkt. 4 minuten rust. Ik zal je uitleggen wat de volgende oefeningen zijn, hoe je het moet uitvoeren. Pak die 4 minuten. En ik zie je zo. Oké, de volgende ronde, de pauze zit er bijna op. De volgende ronde gaan we burpees doen zonder push-up, want die kun je in principe nog niet. Step back lunge en schuine sit-ups. De burpees dien je zo uit te voeren. Zorg ervoor dat als je naar achteren springt, dat is wel de bedoeling. Als dat niet lukt, kun je ook stappen. Dat je wel in één keer strak bent. Dus niet dat je heup doorzakt hier. In één keer strak. Step back lunge kun je ook hier zien. Dat is eigenlijk heel voor de hand liggend. Je stapt naar achteren, je zakt door en je komt weer terug en je wisselt van been. En de schuine sit-ups, die laat ik ook hier zien. Hier is het belangrijk bij, dus voor je schuine buikspieren, dat je je bekken inkant, dus dat je eigenlijk af en oprolt vanaf je rug. Dus je onderrug, dat je daar echt gaat rollen. Dat is belangrijk, want dan pak je hem echt vol op je buikspieren. Ja? Succes, gaan we! 5 burpees zonder push-up. Spring, terug en omhoog. Lukt dat niet, hè? Stap, 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 spring. Stap, 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 spring. Maar lukt het wel? Probeer te springen. Dit was 5. Step back lunge. Krijgen we de 10. Stap naar achteren. 1. En wissel van been. 2. 3. Je mag natuurlijk met je armen meebewegen. 5. Mag ze ook zo houden. Wat je zelf wil. 10. Schuine sit-ups. 5 aan iedere kant. Dus knieën gaan schuin.
bekken inkantelen, zoals net uitgelegd. 3, 4, 5. Andere kant. Je mag ook je handen hier houden. Ik hou ervan om ze hier te houden. Er waren er ook 5. Ronde 2. Als je rust hebt, pak ze. Ik kan me voorstellen dat je hartslag aardig omhoog gaat. 8 burpees. Acht. Step back lunges. 16 keer. 8 per been. Als het goed is, lopen die benen aardig vol. Maar dat is goed, hè? Dat hoort. Probeer daar doorheen te bijten. Volgens mij is dit 16. Probeer daar goed doorheen te bijten en door te gaan. 10 schuine sit-ups aan iedere kant. Acht, negen, 10. Andere kant. Ronde nummer 3. Gaat lekker. Dit is de langste ronde. Die hou vol, hè. Krijgen we 10 burpees. Let's go. Zorg ervoor dat dit niet dit gebeurt, hè. Strak houden hier. Volgens mij was dit 6. Hou vol, probeer het achter elkaar te doen. Dan heb ik weer de tel kwijt. Ik denk dat dit 9 is, dan moet dit 10 zijn. Ik hoop dat het klopt. Step back lunges, 20 keer. 10 per been. Heb je rust nodig? Pak het heel eventjes. Bijvoorbeeld nu, benen zitten vol. Even losschudden. Onthoud waar je bent. Dan gaat hij weer. Twintig waren dit er volgens mij. Schuine sit-ups. 15. Ook hier geldt, lukt het even niet. Pak even je rust, maar niet te lang. 'Scoop. Probeer het vol te houden. 15. Ronde nummer 4. Nou wordt het weer minder, hè? 8 burpees. Hou vol. Ene laatste ronde. En de laatste. 8. Step back lunges. 16 keer. 8 per been. En 16.
Schuine sit-ups, 10. Ook weer minder. Hou vol. Kom op. Hartslag hoort hoog te zijn bij deze training. Dat probeer je goed door te pakken. 10. Krijgen we de laatste ronde. Kom op, laatste ronde. Hierna is het helemaal klaar, hè? Burpees, 5 stuks. Bijt door. Vijf. Waren dat er? 10. Step back lunges. Kom op, hou vol. 2, 3. Tien. Schuine buikspieren. 5 aan iedere kant. De laatste oefening. Bij door. Het is de laatste, hè? Zo min mogelijk rust pakken. Kom op, hou vol. 2, 3, 4, 5. Het zit erop. Klaar. Lekker. Goed gewerkt. Heb je het volgehouden? Top. Kijk of je, als je nu kijkt hoe lang je erover hebt gedaan, als je het nog een keer doet, of je je tijd kunt versnellen, dat je korter bezig bent. Kijk of je dan fitter kan worden. Lukt het nou te makkelijk, of is het te makkelijk voor je? Dan komt een vergelijkbare workout voor beginners, maar ook voor gevorderden. Dus wordt die wat zwaarder. Gevorderd is natuurlijk veel te zwaar. Als je op dit niveau zit, dan gaat dat niet lukken. Dan is dus dit veel te licht voor je. Goed gewerkt. Goede workout gehad. Als je deze video leuk vond, druk op een like, op een duimpje, hè, om ons te ondersteunen. En druk op die bel als je geen andere video wilt missen. Vanuit de Gym Houten voor Bodyproof Calisthenics zeg ik tot de volgende keer.